Nou, ik ben Merel en ik ben een van de bewoners van deze boerderij. En wij zijn van Boerderij aan de Rotte. En Boerderij aan de Rotte is een stichting ter behoud van deze mooie oude boerderij. 6 jaar geleden hebben we deze boerderij gekraakt. Voor die tijd stond hij leeg, was hij dichtgetimmerd. En doordat we het gekraakt hebben, hebben we de boerderij kunnen behouden van de sloop. We wonen hier met z'n zessen. Ja, 6 mensen en 2 geiten en 2 ezels en 8 kippen en 2 poezen en een aantal honden. Ja, Tinus. Diana. Diaantje. En dit is Pablo, deze is nog kleiner. Pablo. Pablito. En hoe hebben jullie deze ezels gegeven? Pablo hebben we gegeven aan Eva en Daan als huwelijkscadeau. Die wonen hier ook. Die wouden graag een ezel. Die hebben toen met z'n allen een ezel gekocht voor een trouwerij. Maar Pablo was een beetje, zoals je ziet is hij nog klein, dus die was een beetje eenzaam. Dus toen dachten we, hij heeft een tante nodig. En toen hebben we een Tia Ia Ia gekocht. Een tante en mevrouw die van internet hebben haar. Gewoon op, via internet? Via Marktplaats. Nee. Ja. Ja. Grappig. En wat doen jullie precies hier? Nou, we zijn allemaal, we hebben allemaal een eigen bedrijf. We zijn ZZP'ers in verschillende branches. Dus zit hier een edelsmid, we hebben een cateringbedrijf, wij zijn circus theatermakers. Er zijn 2 mensen die werken in de zorg hier in Rotterdam. En wij willen eigenlijk hier op de boerderij een plek creëren waar mensen kunnen komen om te leren, zich te amuseren. En ja, een cultureel educatief centrum willen we ervan maken. En dan voornamelijk gericht op do-it-yourself, zelf doen, leren en ook op duurzaamheid. Dus wat is jouw voetafdruk in deze tijd op de aarde? En mensen bewust maken van de andere mogelijkheden die er zijn, zoals zonne-energie, windenergie, je eigen voedsel produceren en nou, dat soort dingen. Wat je goed ziet is dit een stuk glas. Aan deze kant is de kap van riet. En op de andere kant liggen platen. Nou, die platen willen we eraf halen. En daarom willen we eigenlijk een oude glazen kas willen we over het dak heen leggen en over de zijkant, zodat dit stuk helemaal van glas wordt. En de oude binnenmuur die komt zeg maar in die kasten staan, dus die wordt geconserveerd. En waardoor er binnen heel veel licht komt en waardoor we ook warmte kunnen opwekken. Ja. Ja, hier kan je ook een beetje zien, dit is een foto van de boerderij zoals die nu is. En daar overheen is een beetje de kas heen gefotoshopt. Je kan een beetje zien hoe het er dan uit zou gaan zien. En dit is een eerste opzet, dus hier komt de projectruimte en dan zouden hier zeg maar die bedsteetjes komen. En later zou hierboven komt dan, hierboven komt dus de zolder, willen we een bed en breakfast maken. Dit is dan de begaande grond, hier is de werkplaats, die is nu al aardig op weg hoe die wordt. Nou, de stallen, hier komt de projectruimte, de edelsmid zit ook al waar die zit. Er komt een grote woonkeuken, een professionele keuken waar producten uit de tuin verwerkt kunnen worden. We willen een soort streekwinkeltje maken in de woonkamer zoals die nu is. En in de streekwinkel willen we producten gaan verkopen die uit de tuin komen, verwerkt zijn in de keuken om daar te verkopen. Maar ook kunst, kleding, een beetje oude jongens krentenbrood, weet je, klompen, weet je. Oh, ja. Appels, streekproducten. En er is een muziekstudio binnen. Oké. Okay.